The vice president for countries, Richard Martinez van de Inter-American Development Bank, IDB, is voor een werkbezoek in Suriname. Op donderdag 10 november heeft de functionaris enkele oriëntatiebezoeken gebracht aan projecten die gefinancierd worden door de IDB. Martinez heeft op vrijdag 11 november namens de IDB twee leningen getekend met het ministerie van Financiën en Planning. Toen wij starten met onze regering en toen wij in onderhandeling traden met IMF over ons IMF-programma, was er een andere realiteit. Er was geen oorlog in Oekraïne. Er was geen zware importinflatie. Er waren geen hele hoge prijzen van olie, gas en voedsel. Dat is erbij gekomen. En als wij vinden namelijk dat er een nieuwe realiteit is ontstaan, een nieuwe reality, dan moeten we ons programma gaan aanpassen. Dat is wat ik gepresenteerd heb in het parlement in mijn jaarrede. Ombuigen. Nationaal, qua beleid en prioriteiten, maar ook internationaal naar IMF en IDB en World Bank aanpassen. Waar we één aspect de rode draad is. En die ga ik als president niet loslaten. Namelijk sociale programma's voor de samenleving. Armoede aanpak. Creëren van werkgelegenheid. Dat moet de komende dagen, weken, maanden nummer 1 op de agenda staan. En dat zal ook zo blijven. Totdat er verlichting gekomen is in de samenleving. Budgetsteun, en dat moet nog gedefinieerd worden, hoe die verschillende bedragen gaan in die budgetsteun. Maar ik kan u een garantie wel geven, het grootste deel van het geld gaat naar sociale programma's. Samenleving heeft ademruimte nodig. Samenleving heeft offers gebracht. Samenleving, tai harabere, it's time to give back. Het is tijd om terug te geven aan de samenleving. En dat gaan we doen. En u ziet, we zijn aan de ene kant gestart met ons public sector reform. De verplichte registratie is al eruit voor alle ambtenaren. Ga registreren. Wie ben je? Wat ben je? Waar werk je? Wat zijn je competenties? Hoeveel zitten op kantoor? Hoeveel zitten thuis? Hoeveel zitten in het buitenland? Dan krijg je goede inventarisatie. Wie ze zijn en wat ze zijn. En dan kan je een besluit nemen op basis van een nieuwe overheidsadministratie wat je wenst. Een lean government. Een professional government. Dan kan je zien namelijk wat overblijft met welke competenties. En die groep moet getraind worden om te brengen naar andere sectoren. En dan komt die 10 miljoen op tijd aan. Om de mensen te trainen voor de nieuwe opportunities die gaan ontstaan. Naar heel wat sectoren die als kansen voor ons staan. Want inderdaad, ja, die oorlog in Oekraïne heeft bedreigingen. Maar voor onze landen heeft het kansen. Jij moet gaan investeren in die food security. Jij moet die food industry hier brengen. Je moet voedselproductie hier brengen. En dat is wat we doen. Door een belangrijk deel van restant verdragsmiddelen te allokeren voor productie en agrarische sector. Dat is wat we doen door meer dan 200.000 hectare land als regering goedkeuren ter beschikking te stellen voor investeerders in die agribusiness. Dat is wat we gedaan hebben. Nu moeten de investeerders komen. Dat is wat we nu doen door een modern laboratorium op te zetten voor export van onze agrarische productie naar buiten, want je geen laboratorium hebt. Dan kan je niet onderzoeken en vaststellen of jouw producten wel voldoen aan die food safety. Dus je moet die normen hebben om jouw producten op de Europese en Amerikaanse markt te krijgen. Ook dat wordt uitgevoerd en uiteraard komt dan deze ondertekening op tijd. Voor zowel armoedebestrijding, zowel budgetsteun, de projecten die gaande zijn. Met IMF zijn we nog bezig. Hopelijk dat we begin volgend jaar al overeenstemming hebben met IMF. Waar er ook die overmaking van het IMF kan plaatsvinden. En uit die overmaking ook een deel kunnen gebruiken voor budgetsteun, met name armoedebestrijding.